Dat daar. Check eens. Ja. Oké. Okay. Is goed. En precies op het afgesproken tijdstip is daar Adel. Een smoorverliefde jongen of een doortrapte oplichter. Daar hangt er een ketting om. If you have vertrouwen for me, we go in the moon. I know you like me and I like you. You know you make me crazy, you make me. I wanna ask you if you want the future together. Welcome. Na een half uur van uitputtende liefdesverklaringen weet Marijke echt niet meer wat ze nog moet zeggen. Tijd om hem eens voorzichtig aan de tand te voelen. Ze moet eventjes vragen of hij dat doet met die, of die toeristen bedubbelt met die armbandjes. Dat heeft hij bij ons ook gedaan. En attent als die is. Today, you told me about this thing. Yeah. But when I met you the first day, you said to my friends, "Hey, I know you from Mahaba Hotel." Not me. It was you. No, believe me, I have a look. Hotel Marhaba. Yeah. Don't remember me? I work there. I work in the kitchen in the restaurant. You don't believe me? He thinks it's the first time, and he tell me don't believe me. I feel bad, don't you? You must believe me first. I believe you. And you must feel proud. You must respect me if you like me. And I make all for you. I make you happy. Adel ontpopt zich steeds meer als een bedrieger die tijdens de tweede date al een nare kant laat zien. Maar is hij ook echt de soort man waar we naar op zoek zijn? De businessman, die meestal jaren investeert in een relatie voor hij toeslaat. Ervaringsdeskundige Noor Stevens. Er zijn ook mannen die heel snel te werk gaan en die binnen een paar maanden een hoop geld brengen. Er zijn mannen die 24 vrouwen tegelijkertijd op die manier in hun bestand hebben. De volgende morgen wordt alles duidelijk als Joep en ik samen door de stad wandelen en die openhartige, Nederlands sprekende gids me opeens aanschiet. Hij heeft Adel samen met Marijke gezien en hij maakt zich zorgen. Hassan, alias Adel, heet dus in het echt Abdul, een echte doorgewinterde vrouwenoplichter. Jullie cherchen pas een dame voor toute la vie. No. Jullie cherchen les dames seulement pour gagner l'argent pour les familles. Moet je kijken, telephone number, hoeveel number van toeristen hebben. Voor Rusland, voor Duitsland, voor Holland, voor België, Ibrahim. En die sturen hem allemaal geld? Ja. Combien de femmes différentes il a fait comme victime? Avec Abdul. Oui. Combien environ? À peu près, comme ils disent, 40. Ah, tu... C'est avant, hier. Avec les dames là. Les deux? Les dames là, oui, avec les petits-fils, ça. À l'hôtel Marabout. Il était avec les deux? Oui, avec, à l'hôtel Marabout, ça, les dames là. C'est pas vrai? Oui. On appelle ça un charlatan. Voilà. Zo meteen. Ça va? Dis-moi, c'est Adel ou Hassan? Moi? Votre nom? Dit is Adel, alias Hassan, alias Abdul. Tijdens ons onderzoek in Tunesië hebben we uiteindelijk de vaste overtuiging gekregen dat hij een zogenaamde businessman is. Een oplichter die er zijn werk van heeft gemaakt om vrouwelijke toeristen te versieren om ze daarna financieel te strippen. Marijke heeft nu haar derde afspraakje met hem. Tijd voor de confrontatie. Dis-moi,
C'est Adèle ou Hassan? Moi. Votre nom? Adèle. Mais la première fois qu'on a rencontré, t'as dit Hassan à moi. Hassan? Oui, 100%. Lucas. Hassan. Hassan. Elle n'est pas la seule. Pourquoi? Parce que vous parlez de respect, de confiance, tout ça. Mais il n'y a pas dans vous, parce que vous avez des autres filles aussi. Moi? En même temps, oui. Viens. C'est pas grave, viens. Aarzelend gaat hij mee terug naar het terrasje. Parce que on a découvert que vous êtes pas la personne que vous dites que vous êtes. Parce que Hassan Adèle. T'as dit, je te connais de Maraba. Je travaille là-bas, tu me connais pas. Viens, il y a une fête aujourd'hui, une grande fête. C'était pas vrai. Moi, je ne suis pas rabatteur. Moi, je travaille pour Et je crois toujours que vous faites un petit peu de business avec les femmes aussi. Ouais. Un petit peu. Un tout petit peu. Comme ça. En dat is het enige moment dat hij een heel klein stukje van de waarheid blootgeeft. Verder ontkent hij aan één stuk door. Nee, ik moet het pas zeggen. Moi, je suis le seul que tu as dit je travaille à Maraba. Il y a aucune autre que tu as dit je travaille à Maraba, viens, il y a le dernier jour du fête. Moi je suis le seul, tu n'as jamais fait ça avec un autre touriste. Jamais. Jamais de la vie. En ook dit is een keiharde leugen. We hebben het zelf bij toeval een dag eerder nog vastgelegd. Ze nemen je bij de hand, ze praten tegen je van ik breng je naar een leuke souvenirwinkel. Ook daar verdienen ze aan. Het gaat allemaal om de business. Business. Als je goed kijkt, zie je het hier overal. Op het strand van Hammamet word ik zomaar aangesproken door een Nederlandse vrouw. Met een veelzeggend verhaal. Ik heb toen een bus genomen, hier naartoe. En toen ben ik daar koffie gaan drinken, toen heb ik hem ontmoet. En ik vond het heel saai, die tocht. En toen zei hij, waarom blijf je niet hier? En ik had zoiets van, ja, waarom eigenlijk niet? Dan ben ik hier gebleven, toen hebben we elkaar elke dag gezien, zeg maar 3 dagen. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland en toen ben ik gaan skypen. En toen had ik zoiets van, we hadden afgesproken dat ik terug zou komen. Ja. Dus toen dacht ik van, ik neem het risico, ik kom gewoon voor 6 weken. En mijn ouders vonden dat helemaal niks, maar ik ben 45, dus ik had zoiets van, ik leid mijn eigen leven. Ik doe wat ik wil, ik ben gewoon. Ja, hij is lekker jong, of niet? Ja, hij is heel jong. Hoe oud is hij? Hij is 20 jaar jonger. 25? Ja, en ik ben 45, maar ik heb dat nog nooit gehad hoor, zo jong. Maar ik had zoiets van... We kijken maar. Ja, ik vind niet dat hij in zijn doen 25 is, totaal niet. Nee. Dus het was wel heel erg met kritiek van ja, mijn familie. En zijn familie totaal niet. Zijn familie had zoiets van, ik heb zijn familie ontmoet. Zijn vader had zoiets van, als jij gelukkig bent. Is het best. Ja. Dan vertelt ze spontaan dat ze al een slachtoffer is geweest. Van een Egyptenaar. We gaan in Egypte. Had een Egyptische man van de zalen. Met een Egyptische man? Ja, in 2003. Maar ik heb toen een verblijfsvergunning geregeld en hij heeft mij gebruikt. Dus ik ben in schuld terechtgekomen. Dus ik vind Egypte leuk, maar ik ben heel voorzichtig en ook nu. Gewoon, ik ben bang dat mensen ergens op uit zijn. Dus dat heb ik wel. Oh, maar daar is je familie natuurlijk ook wel terecht bezorgd. Ja. Dat snap ik wel. Hoeveel was je kwijt aan die Egyptenaar dan? Ik denk dat ik zeker 15.000 euro daar wel aan besteed heb.